Ongeveer één keer per maand komt hij langs om ons te trakteren op een klassiek gerecht uit de haute cuisine. Een gerecht dat op geen enkele Nederlandse kaart meer te vinden is. Vandaag heeft Robert Kranenborg oud-leerling Richard Eckerdus meegenomen. Inmiddels chef-kok van het wereldberoemde twee-sterren-restaurant Amber in het Landmark Mandarin Oriental Hotel in Hongkong. Ze maken vanavond de keizer onder de Oosterse sausen op geen enkele kaart te vinden in Nederland. De XO-saus. Heren, welkom. Robert, jij introduceert altijd even je oud-leerling. Ja. En dit is niet de minste. Die komt uit Londen, waar hij verkozen is tot de beste 50 restaurants van de wereld. Ja, moet je nagaan. Nummer 44 van de top 50. Uiteindelijk hebben we 3 Nederlanders nu in de top 50 zitten. Dus of het ook goed gaat met de gastronomie in Nederland. Geweldig toch? Johnny Boer, Sergio Herman. En Richard. Ja, fantastisch. Fantastisch. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank je. Dus bij de absolute wereldtop. En de saus waar we het nu over gaan hebben, kent Nederland nauwelijks, maar is een geheimzinnige, wereldberoemde, klassieke saus. Ja, natuurlijk. En dat is waar Richard op het ogenblik de scepter zwaait in Hongkong. Geweldig hotel. Dus ja, op het moment dat ik... Voor mij was het een droom om met hem samen te werken. Dus wanneer kom je naar Nederland? En dat moment moeten we pakken. En, maar ja, er moet wel iets van China in zitten. Ja. En dit is een saus die ik ooit eens geproefd heb. Bij God niet weet hoe je het moet maken. Richard, help me. Robert, jij kan hem zelf niet maken. Nee, ik heb hem zelf nog nooit gemaakt. En ik hoop, na deze les van Richard, dat ik hem kan maken. Maar dan moeten we eerst, Richard, de saus even mythisch maken. Want het is hij blijkbaar. Het is een soort toversaus waarvan de meeste kok niet weet hoe je het precies moet aanpakken. Nee. Hoe ben jij erachter gekomen? Er wordt heel geheimzinnig over gedaan in Hongkong. En als je dus een chef op de man afvraagt, van, kan je me dat laten zien? Dan wordt er absoluut niet een ja-antwoord gegeven. Dus het was heel moeilijk om echt het receptuur te krijgen toen Robert dat voorstelde. Dus ik heb het aan wat collega's gevraagd en die hebben me daar een heel klein beetje in de richting geholpen, maar niet echt precies. En werden toch wel dingen weggelaten. Mm-hmm. En een hele goede vriendin van mij, Therese, die heel bekend is voor haar XO-saus, heb ik toen gevraagd van, zou je mij het niet kunnen laten zien? En zij vond dat juist een heel erg soort of flatterende vraag. Therese is een Chinese dame. En daarvoor zijn we de markt op gegaan met een goede vriend van mij, David. Een leerling van Alain Ducasse, maar Hongkong-Chinees. Ja, laten we even... Dan gaan we kijken. Geef jij commentaar. Ja, absoluut. Dus we zijn naar Tai Po gegaan. Dat is heel bekend. Dat is een klein vissersdorpje op Lantau-eiland. En daar zijn we dus op zoek gegaan. Ik ben natuurlijk geen specialist in de Chinese keuken. En daarom had ik David meegenomen. Om er toch een beetje wat meer in detail te vertellen. Wat zijn de ingrediënten van die XO-saus? Nou, er zijn heel veel ingrediënten en ieder recept is uiteindelijk anders. Er is niet echt een recept. Wat wel heel kenmerkend is, er zit altijd een mooie ham in. Er zit altijd garnalen of krab in. En natuurlijk kompoi, dus de gedroogde scallops, de gedroogde jacobsmosselen. Ja. Wat dus de textuur geeft in de saus. Alle vis is gedroogd, hè? Alle vis is gedroogd, dus die moet je weer hydrateren. Dus heel veel breiding. Dus... Ben jij nou gewoon het geheim van al die gasten gewoon hier aan het verplakken? Ja, staatsgeheim. En waar serveer je? Want het is een saus, dus die gaat bij vis of die gaat bij vlees? Of bij varkensvlees zou kunnen, maar omdat er ook varkensvlees in zit. Meestal wordt het gegeten of gebakken met rijst bijvoorbeeld, of met noedels, of als een condiment, dus bij dimsum of gestoomde garnalen. Maar alleen in upmarket restaurant? Ja, want XO-saus, omdat het zo ontzettend veel hele kostbare ingrediënten ingaan, is het een hele kostbare saus. Het was gecreëerd in de jaren 80. Sommige hotels claimen daar een beetje de eer van, wat niet helemaal waar is. Het is gecreëerd in Kowloon. Door kleinere restaurantjes, Dapai Dong, waar je dus dat soort condimenten zou kunnen eten. En het is eigenlijk niet een klassieke saus, want het is gecreëerd in de jaren 80. Dus het is een korte saus. Een jonge klassieker. Een geheim maar, nog. Ja, maar omdat er zoveel cognac gedronken wordt in Hongkong, en XO cognac natuurlijk absoluut. En dat ook gezien wordt als een echte delicatesse. Werd het dus de XO-saus genoemd. Dus het komt echt van de cognac. Nu gaan we even kijken. Dan moet jij weer commentaar geven als je wil, Richard. Je staat nu met mevrouw Theresa Yu, zoals ze heet. Ja, absoluut. In de keuken. Ja. En vertel jij maar wat je aan het doen bent. Er zijn natuurlijk heel veel voorbereidingen, dus die hadden we al allemaal getroffen. Dus dit is, het is een gedroogde platte vis die er ook in gebruikt wordt. Er zijn een 15 tot 20-tal ingrediënten. En die worden allemaal in een peanutolie worden die eigenlijk gefrituurd, heel langzaam. En al die smaken worden dan geopend en dan wordt het toch een coherente saus die een heel klein beetje spicy is. En dan zie je van die kleurverandering, dus bijna het confijten van de ingrediënten. En dan heb je dus een hele nobele sambal. En daar geeft Therese me dus de pot. Ja. Maar dat is een lang verhaal in die pot, want die pot ben ik kwijtgeraakt. Dank u. Waar? In Londen. Ik was natuurlijk voor die ceremonie in Londen. En ik was een beetje starstruck na de lunch met al die grote chefs om me heen.
En ik dus daar langer wilde blijven. Ik wilde niet terug naar Nederland op dat moment. En uiteindelijk dus echt als een gek het moeten rennen. En dus de XO-saus in de minibar heb laten staan van mijn hotel. Dus vanmorgen was een beetje paniek. En ik heb hulp gehad om dus alle ingrediënten bij elkaar te zoeken. In Nederland. Je hebt hem hier gemaakt. In Nederland. Hebben hem gemaakt, dus we hebben hem bij dus ons. Dus er staat ergens in Londen, doet een man zijn minibar open. Die denkt, wat staat daar nou? Ja, ja die... Ik hoop dat hij de waarde inschat. En die heeft geen benul, denk nee. ik. Ja, want nou, het is heel kostbaar. Zo'n saus, zo'n pot, daar zit toch wel om en nabij de €500 aan ingrediënten in. Ja. Oké. Wat gaan we erbij? Want nu ben jij van de beurt, Robert. Uiteraard. Bij de klassieke opleiding, Frankrijk. Dus dan moest een combinatie getroffen worden om hier een bakje rijst te gaan bakken. En dan met deze XO-saus, dat zou een beetje te gewoon zijn. Dus we hebben een gerecht genomen. En dat zijn gerechten die ik in het verleden bij grote chefs gegeten heb. Dat is de wijting. Een beetje een ondergewaardeerd visje. Geven wij aan de poes. Dat geven wij aan de poes. Daarom, meneer Pronk, een grote familie die vissers zijn. Iedere keer als hij ook een kat tegenkwam, meneer Pronk, dan nam hij zijn hoed af. Want dit beestje eet louter en alleen garnalen. Kun je je voorstellen dat je lekkerder kan worden als je alleen maar garnalen eet? Okay. Maar we gaan dus die begreep en die heeft de kat dan ook altijd gerespecteerd op dat gebied. Het is een waanzinnig lekker visje. Het heeft wat zijgraatjes. En dat is waarom die minder gewaardeerd wordt. Maar kijk, we hebben ook een beeld hoe jij deze vis schoonmaakt. Richard laat zien hoe de vis schoongemaakt wordt. Vanuit de rug. Dus we moesten wijting krijgen die vol was. Waarvan de buik niet opengemaakt is en ingewanden weggedaan zijn. Want dan kunnen we deze bereiding niet doen. Nou, dat was gisteren een... Zoveelste tegenvallen bij dit gerecht. Ja. En er is uiteindelijk, vrienden van ons hebben het voor elkaar gekregen om een visleverancier zover te krijgen dat hij ze in België gevonden heeft. We hebben hier de wijting die dus vanuit de rug gesneden wordt. Je ziet het. Richard haalt de graat er helemaal uit, maar laat de kop en de staart er aan zitten. Het leuke van dit klassieke Franse gerecht, het heet Merlan Colbert, als een jasje. Het leuke ervan is dat ook in China vissen vaak in zijn geheel met kop en staart geserveerd worden. Dus in dat opzicht zat er ook weer een beetje logica in. Ja. Dat is ontzettend leuk. Dus dat wil je heel graag laten proeven. Het wordt heel krokant gebakken. Het is eerst door de bloem, dan door geslagen eiwit, een beetje losgeslagen. Dan door heel fijn paneermeel. Ja, we moeten kijken hoe zo'n ding eruit ziet. Dat is fantastisch. Mooi. Ja. No, zo is die normaal. Ali, mag je, er zit allemaal in de saus. Mag jij dat eten dan of niet? Nee, hè? Nee, vond ik ook een beetje jammer dat je daar niet aan hebt gedacht. Maar mag je geen vis? Mag je geen vis? Ja, vis die wel. Ja, het verhaal klopt. Nee, maar dit zit toch in de saus, ham, jongens? Even eerlijk. Ja, absoluut. Ik kan, weet je, je hebt hem helemaal lekker gemaakt en dan... Ja. Ja, ik ben teleurgesteld voor je. Want het is echt waanzinnig lekker. Ja. Ik ga. Kijk. Ik hoop dat ik een klein beetje. Is het weer zo, heren? Het is pijnlijk. Ik heb altijd het grote voorrecht het eerste hapje te mogen proeven. Ja. Is het daarna ook weer voor de mensen die in het publiek. Ja, natuurlijk. We hebben hem wel extra meegenomen. Ja. En die mogen allemaal een beetje proeven. Oké. Nou, voor zover dat gaat. En wat drinken we erbij? We drinken erbij een Vixen. Dat is een prachtige witte Bourgogne. Ja. Kijk. Ook niks voor Ali, denk ik. Ja, is ook ik geen, je hebt een Janneke champagne meegenomen. Ali. Dat is niet worden vandaag. Dat is voor Richard. Ja, maar dat scheelt. Dat scheelt in de hoeveelheid. Ik zou geen trek in oude sambal. Dus, En waar staat de saus? Dit is de saus. Dit is de saus. Oké. Okay. Ja, wat wel heel leuk is, als je alvast een klein beetje ruiken. Proeft. Mag ik ruiken? Je mag wel ruiken. Ja, absoluut. Het is heel krachtig van smaak. We hebben twee bordjes. Alle machtig, zeg. Is die gaar? Meen je dat? Dat meen ik echt. Ja. Dat zou je zo op willen lepelen, zegt dit. Heel klein beetje. Heel klein beetje. We hebben nog één minuutje, heren. Oké. Okay. Net een cobra, die vis, als je zo kijken. Kijk eens even. Oh. Draai we nog even om, dat het overtollige vet een klein beetje eraf gaat. Wel mooi, en dan hè? Hebben we hier... Heb je twee meesterkoks, Ali? Ja. Kijk. Dit kent Nederland niet. Wat is het toch een voorrecht elke keer weer? Dit moet weer op de kaart terugkomen. Ja. Deze, dit... vis. Jij krijgt vis. Jij krijgt vis. Hoe dan? En doe ik het gewoon? Ja, want ik ben zo... ja, als condiment eet je dat erbij. Doe ik het een beetje overheen? Ja hoor, ja, absoluut. Ja, het woord condiment moest ik even aan zeggen. Gefrituurde vis. En waar zitten die graatjes dan? De graatjes zijn er zoveel mogelijk uitgehaald. Maar je moet altijd oppassen, hè? Oké. Okay. Doe je dat? Wij Marokkanen eten met de snij landen. Een stukje uit. Ja. Nee, de graatjes. Van brood en eten. Oké, houvast. Daar gaan we. Snijdende beweging. Hallo. Als je het doet, moet je het wel halal doen, hè? Ja. Het ziet er wel lekker uit, man. Heren, mag ik zeggen, na één hapje met de XO-saus... dat vind je het niet fantastisch? Werkelijk waar paradijselijk is. Oh, wat is het toch. En laten we weer hopen dat het op een kaart komt.
Robert. Want het is een paar keer gelukt door jou. Het stond, soms zijn die zaken weer... Dit zijn toch prachtige gerechtjes. Een wijting is zeer betaalbare vis. Mm. Dus daar hoef je helemaal niet duur uit eten te gaan. Oh, jongens. Vis, hoor. Ja. Wij gaan... ik dank jullie zeer. Dank voor de komst uit Hongkong. Ja. Veel plezier nog in Hongkong. Op weg misschien wel naar een derde ster. Maar in ieder geval nu al bij de 50 beste restaurants van de wereld. Nu jullie, straks na de uitzending. Lekker val aan. Tot zover. Tot morgen. APPLAUS